Marit! Nee, dat ga ik niet doen! Ja! Ik moet het gewoon weten. Zo! Kom maar! Zo! Zo! Ja, zo! Kom maar! Ja! Nou, gaan ik even zit zitten, hoor. Ga maar even zitten. Wordt nog een reddingsvest om? Nee! Nee hoor! Voor de zekerheid? Nee, dat is niet nodig. Okay. En erin rustig zit. Ik zat laatst nog een beetje te denken. Die tijd, nou, die tijd bij de parel. 2016. 2017. En nu is het? Wat een groep. Oh. Ja, och. Wat een kinders. Dit vond ik nog ergens. Dit zijn wat aantekeningen van toen. Imke. Ja. Wat staat er op? Oh, wacht even. Dit is wel leuk. Oh, je gaat... We gaan even een spelletje doen. Ik ga even opstaan. Oh, dan moet jij... Quizzie. Jij moet raden wie het is. Jij moet even raden wie het is, hè? Ja. Oké, okay. Niet schrikken. Nee, niet schrikken. Nou, jullie ook, niet schrikken. Ja, daar komt ie. Ja. Komt ie. Jel, jel, jel. We hebben hier een bel. Ik was s'nachts wakker. Ik dacht, dat zou die jongen van terecht zijn. Ik was helemaal goed gekomen. Hij heeft al een kind. Ja. En hij is al getrouwd. En ja. Zijn vader moet hem uit verzorgen. Hoeveel kinderen ook alweer? Hoeveel kinderen? Ja, vijf of zo. Ja. Ja. En een hond? Ik zou hem laten met een hond houden. Echt waar, ja. Zie, die ouders maken zich ook maar zorgen. Ja. Weet je nog die ouders? Hè? We zullen niet te veel over die ouders zeggen van deze groep, maar we gingen op kamp, hè? Oh. Ze moesten op de fiets. Oh, zwaar. En die jongens, hè? Nou, dan weet je, die mailbox, hè, die stroomt vol met die ouders. Oh, ik wil wel rijden. Dat kunt ik wil wel niet. Rijden. Nee. Mijn kind kan niet fietsen, hoor. Die meiden, hè? Ja. Die meiden, die fietsen zo die knopen. Ja. En die jongens... Oh, meester, ik kan niet fietsen. En dat doet me zwaar. Die meiden maar fietsen. Ik ga afstappen, moeder. Ja. Ik ga afstappen. Jongen. Nou, ik ben bijna 42 was ik toen, hè? Ja, ik dacht nu. Ik dacht en één. En toen moest ik gewoon doorfietsen naar die kinderen. Maar ze weet ja, maar, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. En die heeft zo'n topcondities. Ja, die had gewoon een motortje erin. Ja, dat was zo'n jonge DNA. En ik was toen best wel sportief. Ja. En ik maar die om die kinders. Ja. En zij maar met die fiets, met die motortje erop. Met die elektrische fiets. Ik was zo'n jongen. En dan zo'n elektrische fiets. Ja. En wij helemaal niet. Nee, dat was er niet te doen. En toen ging Josmin bellen, iets over de MR. Ik kan niet praten als ik op de knoppen moet fietsen. Nee. Nou, ik moest Dennis duwen. Dat kan toch niet. En dan met Jos te praten. En Antoine net met die auto weg. Ja, die en je net met een motortje, die was al lang in Ring Amsterdam. Nou, zo zien we, wij zijn er nog, hè. Jammer. Bijna 100, artikeling, bijna 100. Altijd sportief. Hé, hey, zullen we een quizje doen? Ik weet er nog wel. Nog één. Oké, daar komt. Moet jij weer raden wie het is? Oké. Nou. Meester, ik heb drie dingen. Vijf dingen. Ik heb vijf tips. Hij moet harder praten, hij moet meer naar voren komen, hij moet beter zijn best doen, hij moet dit, hij moet dat. Ja, ik weet wie het is. Nou, ja, dat is hem, hè? Ja. Dat is hem. Nou, en we hadden er eentje. Ja. Die praat ons altijd om de tafel. Ja, dat was die. Oh, die 2 jaar in de klas had. Ja, dat manneke. Hij was niet groot van stuk, maar de babbel... Nee. Oh, altijd maar, waarom moet ik dit doen, juf? Waarom moet ik dit doen? Is het nog niet klaar? Maar kunt u ook uitleggen wat de zin hiervan is? Altijd in discussie. Oh. Altijd in discussie. Ik hoop toch zo dat hij die leraar op het LFC zo... Allen. Ja. Pas moeilijk maakt. Ja. Oh. Ja, die, gaan we even doen, hè? Gewoon doorgaan. Die stopt me allemaal mijn werk, denk ik zo. Ja, ik ook. Net zoals wij. Ze zijn wel heel lief.
die kinders van 2016. Och, wat waren ze. Ze waren zo scherp. Zulke scheetjes. Vooral die meiden, hè, zag zo mis. Ja, die meiden, och. Oh. Daar ging mijn hartje die knapte toen ze allemaal weggingen. Ik had er echt moeilijk mee. Die jongens waren wel een beetje piepers voor. Ja, die jongens waren een beetje piepers. Een beetje piepers, maar ze waren ook wel lief, hoor. Ja, ze waren ook wel lief. Ja, maar ze was altijd... Nou, maar we moeten dan nu nog werken. Ja, zeg maar, anders had je al 8 weken zomervakantie gehad. Dat is niet zo. Als dat hun lag wel, ja. Hé, maar dat kamp was wel mooi, maar... Was dat niet dat jaar met Bonte Avond? Dan was het zo'n machtig druk, toch? Nee, maar... Waar al die meeste juffen waren met Bonte Avond, dat was dat jaar, toch? Nee, maar dat kwam niemand! Oh ja, dat was helemaal niemand! Ja, dat is schandalig, Cornelius! En wat zijn allemaal leuke stukjes, ja! En waar zitten ze daar? Ja! Was helemaal niemand! Ja! Alleen wij waren er! Ja, schandalig! Ja. En die kinders maar zweten en zwoegen! Ja! Tja! Dat was echt niet zo leuk. Jos, hè? Jos van Dijk. Ja, oh. Ja, dat was wat, hè. Ja, Almere. Ja. Almere. Ja. En dat was, wat was dat? Hij had een elftal. Ja. Hij kreeg een tweede, maar hij wist dat hij er nog 20 kreeg, hè? Ach, man. Ja, die kan heel voetbal veld vullen. Ja, die kan heel veel vullen. Die collega's die kwamen niet op de bonte avond, hè? Ja. Maar nu zijn ze ook allemaal zo gestrest. Ja, die weten altijd voor de vakantie. En zijn ze druk met kasten slepen. Je herkent ze niet meer. Nee, wij nooit, hè? Nee. Wij ronden eerst het jaar goed af met deze kinderen. En dan, ja, en dan lekker even uitslapen. Ja, nou, uitslapen. Ja. Oh. En dan gaan we met het nieuwe jaar beginnen. Ja. Ja. Maar deze kinderen... Die van die voor ons zitten willen we heel hartelijk bedanken. Voor dat prachtige jaar. Zoveel plezier. Ik heb nooit wakker van jullie gelegen. Ik heb er altijd van genoeg. Alleen toen met die Jel. Toen heb ik wel even wakker gelegd. Maar die heb ik wel. Maar ze waren zo lief. En, weet je, ik wens ze ook heel veel plezier. Heel veel succes op de middelbare school. Dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik denk dat ze goed hebben. Echt wat bijgebracht. Zie zo netjes zitten met die blikjes cola. Normaal. Geen bier, maar cola. Heel goed. Dat komt helemaal goed. Zullen we de gewoon? Ja, wie gaat, want het is nog een... Als wordt een beetje te lang. Het is nog een uur 10, Mariposa. Nou, kom maar, Marie. Ja. Wil je de microfoon? Wil je de microfoon? Oké. Dan kan ik een beetje praten. En wij kregen het verzoek van een ouder die wou ook graag nog eventjes het woord. Nou kan ik je natuurlijk niet vinden, ja. Ja. Goedenavond allemaal. Wat was het leuk, hè, die musical. Ik heb zo genoten, jullie ook. Ze zongen op het einde van We hebben een feestje, maar eigenlijk is hier nog wel een klein feestje, want Raymond Brink, de man van het geluid, die is vandaag jarig. Dus we kunnen wel even voor u zingen, hè? Het is een eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Wij vinden het alles zo prettig, ja, ja, en daarom zingen wij, wij. Hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Diep, hoera! Dat hij jarig is, is hij toch maar hier, hè? Zijn vrouw en zijn kinderen zijn gewoon thuis. Dus dat is wel even wat zingen waard, of niet, Raymond? Dat had je niet verwacht, hè? Nou, namens de kinderen
En de ouders willen natuurlijk ook de leerkrachten iets moois aanbieden. Dus ik zou heel graag willen dat alle leerkrachten even naar voren kwamen. Sommigen misschien de tweede of de derde. Bij ons is het de vierde. Dus voor mij is het hoofdstukje afgesloten op school. Dus daarom vind ik het ook wel heel leuk dat ik jullie toch even mag toespreken met z'n allen. Ik wil nog even graag een heel klein gedichtje voorlezen. Ticketje... Ik zet even de bril op. Helaas heb ik die ook nodig. Ticketje op het schoolplein. De juffrouw en de meester houden wacht. Laatste dagen speelkwartier. Nog eventjes groep 8. De oudste van de school, die alles nu wel weten. Laatste dagen van een tijd die nooit meer wordt vergeten. Laatste dagen basisschool, straks uit het oog, niet uit het hart. Laatste dagen kind zijn, tijd voor een nieuwe start. Helen, neem jij de kinderen mee? Jullie mogen even met de moeder van Kane mee naar achteren lopen. Kippie! Kom op! Ja, dat zou het is altijd weer een uitdaging om iets nieuws te vinden of te zoeken. Waar jullie ook met z'n allen toch weer wat aan hebben. Dus we hebben echt ons uiterste best gedaan om iets origineels te zoeken. Spannend, hè? Het duurt even, gaat niet zo hard. Nou, dan kan dit er ook nog wel bij, hè? Heb je niet een trommel geroffeld, Leon? Raymond, sorry. Dat maakt het nog iets spannender, hè? Vast wel. Anna maakt het thuis. Gaat niet goed. Ja, lukt het? Ja.
jongens, hoe jullie dat deden. Geweldig. Wat vinden jullie zelf van het cadeau? Ze hadden hem al wel gezien op de foto, ja. Alle namen staan van de kinderen op, inclusief achternaam. Was nog een heel gedoe. Maar uiteindelijk allemaal gelukt. En nou, ik zou zeggen, zet ze leuk op het plein ergens neer. En als ze weer wat nieuws moet, dan kunnen jullie zelf weer kijken wat erin gaat. En nou, namens de kinderen, en ik neem aan ook namens alle ouders, geniet ervan, zou ik zeggen. Heel veel plezier. Hey, heel erg bedankt. Wat ziet het er ontzettend leuk uit. En ik denk dat wij nu dan ook na dit prachtige cadeau de bloemetjes buiten kunnen gaan zetten. Dus niks mis mee. Hartelijk dank. Oké, hey, wij hebben een leuk spel bedacht. En het spel wat we gaan spelen is Wie is het? Luister maar. Nee, het is aan jullie. En nou hebben wij een handout geprint, dus we moeten wel even heel erg ons best doen om te lezen, maar het gaat lukken. Oh, hij stond op de foto. Wat een talent heeft deze jongen. Bij de muziek heeft hij niet altijd gezongen. Als trommelaar schopt hij het tot Nederlandse held. Heb jij al jouw prijzen hiervoor wel eens geteld? Heeft u nog een klusje? Vraagt hij vaak. Een vraag om niet te hoeven werken was in de maak. Deze vrolijke en enthousiaste jongen staat altijd voor je klaar. We zullen je missen volgend jaar. Nou, als je nou denkt, hé, dit ben ik, dan mag je hier komen. Nee, dat heb ik niet. Ja. En het klopt, het is Gerico. Even zien. En wij hebben voor alle kinderen hebben wij een mooi gevuld tasje. Hier zit van alles in. Zullen wij heel even kijken, Gerico? Dan weet ook iedereen wat erin zit. En dan kunnen, als je de tasjes zometeen krijgt, kun je die onder de stoel zetten. En als je dan thuis komt, kan je er eens even rustig in kijken. Je rapport. Je verhaal van later als ik groot ben. Dat is heel leuk om nog eens terug te lezen als je over 30 jaar. De klassenfoto. Een getuigschrift van de basisschool. Een handout van de PowerPoint van vanavond. Dan kun je het nog eens even teruglezen. Nee, precies. Een handout van de kampfoto's die we net gedraaid hebben. Dan heb je die ook allemaal. Een kopie van een verhaal wat we straks nog gaan vertellen. En als laatste, maar ook het belangrijkste, je krijgt een Bijbel mee. Dit is een Bijbel die jullie eigenlijk aan het begin van het schooljaar al hebben gekregen van ons. Waarin we heel veel hebben gelezen. En die Bijbel krijg je mee. Die krijgen jullie van het bestuur van de meet. Nou, we zullen het netjes weer even in je tasje doen. En dan kunnen de andere tasjes dus vanavond dicht blijven. Dat is niet zo handig dat we die kunnen zien, hè? Nou, goed. Een meisje wat van paarden houdt.
En ze is eigenlijk nooit stout. Wat kan ze hard werken, zeg. Nooit mopperen, nooit zeuren. Het moet gewoon gebeuren. Van jou kun je wel 10 hebben in de klas. Altijd in je sas. Verder ben je een echte meid. En op het leven voorbereid. Druk met je mooie lange haar. En staan deze kleren niet raar? Veel plezier op het Oosterlicht. En doe je ons nog eens een bericht. Het is Jolien. Volgende, ze noemen hem ook wel Oivie. We hebben bij jou een nieuw talent ontdekt de laatste weken. Je kunt ook nog eens heel goed acteren, is gebleken. Deze jongen is een echte praatjesmaker, later wordt hij vast geen schaker. Gelukkig. Heel veel succes op je nieuwe school. Je hebt vast en zeker heel veel lol. Kom maar naar voren. Zet een muziekje op en dan komt hij lekker los. Dansen op de beat, je weet niet wat je ziet. Deze jongen kan veel, maar Engels vindt hij lastig. Houston, we've got a problem. Houston. Oké. Houston. Waar jij echt nooit mee moet stoppen, en dat doe je dus heel goed. Alles wat je bezighoudt, deel jij met heel veel moed. Ga hier op het LF mee door en als je je dan inzet voor je huiswerk, dan kom je er wel hoor. Goed, de volgende. Deze mevrouw hoef je niets wijs te maken, want ze had gewoon een 5,50 voor haar eindtito. Maar rekenen totaal, van tekenen tot grim, dom is ze niet, juist slim. Van haar dus geen gemaar, alles krijgt ze voor ook klaar. Voor jou wacht volgend jaar een nieuw avontuur, hijs de zeilen en pak het stuur. Goed, de volgende. Kijk eens wat een schatje. Hier was ze nog lief. Deze meid houdt wel van gezelligheid. Kletsen, lachen, gieren, brullen. Maar ze kan ook nog heel goed werken. Is wat wij elke dag merken. Die staartjes zie je niet bij deze vrolijke meid. Voor jou begint een nieuwe leuke tijd. Team Jos. Goed. Wat staat er nou op je shirt? Lief? Volgens mij is ze ook een echte hartelief. Slijmen kan ze ook voor het krijgen van haar zin, maar daar trappen we natuurlijk niet in. Je bent een spontane meid die altijd vrolijk is. Dat jij vertrekt van school wordt nog een groot gemis. Heel veel succes de komende jaren met je werkhouding. Ga je vast en zeker het volgende klusje klaren. Die draaien de ogen. Toen ik jong was, toen zat hij met dat schrik in mij. Maar
Wat een discussies hebben wij soms met jou gehad. Soms liep het uit op een verbaal gemat. De uitkomst was gelukkig wel weer iedere maal een tevreden leerling en leerkracht in de zaal. Van feestjes houden wij allemaal en gelukkig is deze DJ ook in de zaal. Zal jij nog eens aan de meester en juf denken als je op de grote feesten staat te draaien? Hopelijk zul je, als we bij jou komen kijken, nog eens naar ons zwaaien. Nu zwaaien wij jou uit. Veel plezier op het LF. Schaf uit. Bijzondere bijna, moet je maar horen. In de wandelgangen noemen ze hem Theepoek. Waarom? Geen idee, als slijmen met een lepel. Energie, dat heeft hij zo ontzettend veel. Daar wordt de meester zelf aan stil. Deze jongen zit het liefst de hele dag in zijn Feyenoordpakkie. Voetballen met de klasses voor hem en Makkie. Gilo Theepoek, we wensen je veel succes. Feyenoord eindigt volgend jaar op plek 6. Hoppa! Giel, join mijn plekje. Een van de grootste kwebbelkousen in de klas. Met haar vriendinnen is ze helemaal in haar sas. Ze houdt van gezelligheid, het is een vrolijke en leuke meid. Meester is erg jaloers op haar mooie baard. Mag ik de baard in ruil van haar voor je favoriete taart? Volgend jaar naar het LFC. Heel veel succes ermee. Toen zij over haar toekomst mocht nadenken, was er maar één genoegen wat je haar kon schenken. Of het nou toe dat al jouw dromen uit zullen komen, op het Oosterlicht mag jij hier verder over dromen. Dit meisje herken je meteen. Krulletjes in het haar, vrolijke lach. Van haar is er maar één. Jou is niks te dol. Jij hebt altijd wel lol. Overal ben je voorin. En anders maak je wel zin. Een bedrijfje starten met de groep vond ze een goed idee. Daar kun je vast wel iets mee. Het liefst als directeur, dan heb je in ieder geval geen gezeur. Maar wat kun jij kletsen, zeg. Je praat iedereen onder tafel. We zullen je vrolijke lach bij ons in de klas missen. Maar je bent toe aan een nieuwe stap. Veel plezier op je nieuwe school. Nu gaan we naar de topsporter uit onze klas. In het zwembad geeft ze vaak flink gas. Niet alleen met zwemmen is ze zo sterk als een beer. Zelfs wint ze van de jongens, keer op keer. Niet alleen sporten kan ze goed. Hard werken en lol maken is wat ze ook doet. We wensen je allemaal heel veel succes in Zwolle. En nog even zonder dolle. We zien je over 10 jaar op de Olympische Spelen, toch? Kim George was klein. Waarom? Ik citeer. Ik heb mijn weektaak af. Wat kan ik nu doen? Het is maandag 9 uur. Deze dame hoor je nooit klagen. En zelfstandig is ze ook, zonder iets te vragen. Volgend jaar met Sonja en één grote broek naar het LF. Als je dat doet, dan heb je echt veel lef. Heel veel succes op het LFC. Met jouw tempo doe je het vast in een jaar of 2. Ja,
liefde voor dieren heeft deze mevrouw. Het liefst luisteren ze de hele dag naar kattengemiauw. Tekenen is wat ze heel goed kan. Het liefst wel iets met dieren, zoals een lam. Wees trots op je wat je talenten zijn. Dan voel je je vast heel erg fijn. Op het Van Kinsbergen wensen we jou een goede tijd. Kom je nog eens bij ons langs om te vertellen hoe het gaat, lieve meid. Een actieve meid die graag creatief bezig is. Dat wordt volgend jaar nog wel een gemis. Want wie brouwt er dan voor ons een glitterdrankje? Of maakt er een mooie blokjeshond al zittend op haar bankje? Je bent graag bezig, gaat graag aan het werk. Wat vinden wij dat aan jou zo sterk? Wij wensen jou veel plezier op het Oosterlicht. Mensen al daar, er is een fantastische meid in zicht. Want hij kon zo lachen om sommige grapjes van de leraren, zo schreef hij. Buiten schooltijd vermaakt hij zich met gamen, zwemmen en voetballen. En volgend jaar gaat hij op het LF vast ook flink knallen. Noemen ze hem. In de klas hoor je vaak zijn stem. Deze kerel heeft energie voor 10 en dat heb je vandaag misschien wel gezien. Heel vaak droom je helemaal weg in Dukjesland, waar je voor even in een hele andere wereld belandt. Heel veel succes volgend jaar. Wanneer laat je eens wat horen op die gitaar? Daar kunnen we heel wat over kwijt. We zullen jou echt nooit vergeten. Al zijn het je boeren en scheten. Wat kun jij goed discussiëren. Daar kunnen wij nog een aantal jaren op teren. 2 jaar hebben we van jou in onze klas mogen genieten. En nu moeten we verder zonder jou. Niemand meer die ons 100 vragen stelt. Die niet gelijk doet wat hij moet doen. Tot opruim moet worden aangezet. Helpen met zoeken naar het juiste schrift. Je bent een jongen die ervoor zorgt dat de juffen ook bij de les moeten blijven. Want alleen met een antwoord neem jij geen genoegen. Er is altijd nog een waarom. Blijf de leraren op het LF ook uitdagen. En veel plezier daar. We gaan je missen. Is een echte kwebbelaar, maar werken kan ze zonder gemaar. Altijd enthousiast en met haar vriendinnen veel plezier. Straks op de middelbare school niet te veel aan bier. Op het LF krijg je zeker naar je zin. We hebben er in ieder geval veel vertrouwen in. Je hoeft gelukkig niet zo ver te fietsen volgend jaar. Dus over dat je moe bent als je op school komt, geen gemaar. Dit meisje is een echte dierenvriend. Alle dieren zijn een beetje haar kind.
Je grootste vriend is natuurlijk je eigen hondje Kylo. Hem moeten missen vind je maar zo-zo. Ook ben je altijd in voor een klusje. Je bent net een klein ijverig musje. Je mag graag even iets doen buiten de klas. Hoeveel kopjes koffie jij wel niet hebt gehaald, daar zijn de juffen helemaal mee in hun sas. Ook ben je erg creatief en weet je overal wel iets van te maken. Daar zijn de juffen best jaloers op. Jij gaat het wel redden daar. Daar zijn we niet bang voor. Want ook met je schoolwerk ben je goed bezig. Later iets met dieren of kinderen, jij komt er wel. Heel veel succes op je nieuwe school. Deze foto herken je hem meteen. Die mooie lach, die heeft geen één. Wat kun jij genieten van de dingen om je heen? Al is school vooral stom, en dat zeg je dan ook heel stoer. Maar eigenlijk vind je het hier heel leuk. En ga jij ons straks vreselijk missen? Of we moeten ons vreselijk vergissen? Je bent altijd vrolijk en wat ben je een schat. Behalve dan als hij scheten gaat laten, want dan ben je hem heel snel zat. Dan komt die lach ook weer tevoorschijn van oor tot oor. Nee, dat heeft hij echt niet gedaan hoor. Ook drummen is iets wat je heel graag doet. En dat kun je ook heel goed. Over jou maken we ons geen zorgen. Jij komt er wel. Je staat inmiddels je mannetje wel. Veel plezier op je nieuwe school. Werken, werken en nog eens werken. Ze zullen dit op het LF vast ook nog wel graag opmerken. Samen met jouw vriendin had je tempo er goed in. Genieten achter de computer met Star Stable is een hobby die je graag doet. En ook het aaien van Moon en Luna doet jou veel goed. Wat jou iets minder kan bekoren is in de klas het zingen. En met gym alles, zoals het hangen in de ringen. We wensen je heel veel succes op het LF. Praten, wat was jij daar druk mee? Was je klaar met vertellen, dan had je nog een aanvulling of twee. Kort en bondig kan je nog wel leren, maar we hebben genoten van jouw verhalen al die keren. Buiten schooltijd doe je graag leuke dingen met je vrienden, zwemmen of voetballen. Jij kan wel wat ballen in het doel knallen. Hoeveel oorlog is die dan? Wie is nou? Goed, het gamen zat er bij deze jongen al snel in. Dit is namelijk nog maar het begin. Alles met technologie is wat je leuk vindt en op het Van Kinsbergen ben je vast zo blij als een kind. Gelukkig staat hij hier nu zometeen niet paddelnaakt. Ik weet zeker dat je het volgend jaar naar je zin maakt. Het komt met jou vast en zeker goed als je op het Van Kinsbergen maar goed je best doet. Een lieve meid, die weet wat ze wil. Nee, zij zit echt niet stil. Altijd hard aan het werk en gaan voor het doel. Je vindt jou niet gauw gedraaid op een stoel. Je bent ook altijd hulpvaardig en sociaal en echt niet brutaal.
Je bent een fijne meid in de klas en altijd in je sas. Je mag graag bezig zijn, maakt niet uit met wat. Je vindt altijd wel wat. Je mag wel graag kletsen met je grote vriendin. Dat is nog wel een ding. Maar als je stil moest zijn, deed je dat ook. En de juffen zullen je echt missen. En dat menen we ook. Ach, wat een lieve foto met laarsjes aan. En eigenlijk zal niets aan me staan. En had ze al afgelopen jaar toch nog een jurk aan. Dat vonden de juffen helemaal te dol. En hadden daarom veel lof. Jij gaat echt je eigen gang en bent echt voor niemand bang. Je weet precies wat je wil en zit dan ook niet stil. Je werkhouding is iets om trots op te zijn. Dat is voor de juffen superfijn. Het weekwerk plan je ondanks de plusklas goed in. Dat is echt jouw ding. Het was mooi als we jou stil zagen genieten met een lach op je gezicht. Dan wisten we als juffen, het is goed wat we doen. Want ook van jou kregen we een zoen. Veel plezier op je nieuwe school. Mag ik lassen? Een stille genieter die goed observeert en hier ook nog heel veel van leert. Niet alleen op school doe jij dit in de klas, maar al heel jong was jij hiermee in je sas. Worteltjes at je niet zo graag, die belanden daarom ook niet in jouw maag. Jij selecteerde de doperwten uit het eten, jij kon alles goed afmeten. Betogen is iets wat jij ook goed kan. Je staat daardoor ook goed je man. Jullie zouden op vakantie niet naar de Toren van Pisa gaan, maar na een goed betoog kon je daar toch mooi op de foto gaan. Wat een creatieve dame, al vanaf een jaar of twee. Knip een stuk van je pony, jij zat er niet mee. Denken aan een ander doe jij ook heel graag. Door jouw bereidheid om koffie te halen had de juf bijna een gat in haar maag. Met Bentley is ze super blij, haar grootste vriendin. Jij bent toe aan een volgende stap, daar heb je vast wel zin in. Spontaan, even kletsen, gezelligheid. Wat was het een feest met jou in de klas. Je was altijd recht door zee en rond er geen doekjes om. Dingen zijn zoals ze zijn. En je maakte ze niet mooier dan het kon. Van paarden worden frikandellen gemaakt. Vertelde je zonder emotie aan paardenliefhebber Jolien. Of aan mij. En een scheet moet je laten, want hij moet er toch uit. En dan maar luid. Op kamp was je een held. Met een onverwachte jel. Het was iets met ding, ding, ding en trekken aan een bel. Je humor is soms niet te volgen. Je bent zo razendsnel. Wat denken die juffen wel? Je was wel eens aan het mopperen over al dat werk. Maar toch deed je dat dan heel snel en onopgemerkt. De juffen zullen je humor missen in de klas. Maar dat merken we volgend jaar pas. Veel plezier op je nieuwe school. Yeah.
doe jij niet zo graag. Maar sporten in de gymzaal doe je zonder geklaag. Soms leek het alsof je moe werd van de lessen. Gapend zat je in de klas. Maar weet je wat er toen met jou aan de hand was? Tot 's avonds laat, of eigenlijk 's morgens vroeg, spelen met je nieuwe telefoon, vond jij toen heel erg gewoon. Stilzitten op school doe je niet zo heel erg graag, maar werken op het Oosterlicht kan je volgend jaar vast zonder al te veel geklaag. Wel, maar ik kom uit mijn niet hoor. Yes! Wanderwerk. Wanderwerk. Koele. 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 Dan is haar lontje soms best wat kort. Maar je gaat er altijd helemaal voor. Dat is echt te prijzen. Je bent niet moe te krijgen. Ook ben je voor niemand bang. Al is het een jongen en heel lang. Ook in de gymzaal was je heel fanatiek. Het maakt niet uit in welke sport. Al was het atletiek. Daar kunnen de juffen nog wat van leren. En moet het ook maar eens gaan proberen. Gezellig praten met je vriendinnen ging ook heel goed. Ook als het niet moet. Verder was het leren ook geen probleem. Altijd goed bezig met je werk en hoge cijfers halen. Daar zullen je ouders zeker niet van balen. We maken ons geen zorgen over jou. Je bent echt een topvrouw. Veel plezier op je nieuwe school. Alle collega's mogen even naar voren komen. Dus alvast sorry als ik je vergeet. Nou weet je, allereerst even kijken naar de musical. We hebben een prachtig decor, hebben we bijvoorbeeld. En daar wil ik bijvoorbeeld met name ook even Carina voor bedanken. De moeder van Lise. Die heeft ons
voor je kansansdoeken geleend. Een applaus voor haar. En de vader van Ivar, Henk, die heeft een mooie training gemaakt. Super, dus dat is ook een applaus voor hem. Verder zijn er ook nog heel veel ouders die allemaal attributen mee hebben genomen. Er zijn er heel veel geweest en dat vinden we ook. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dus ook een applausje voor de andere ouders. Er zijn ook heel veel ouders die hebben geholpen met de tekst inoefenen en met het schminken en zo. En die verder mee hebben geholpen met de musical. Dus ook even een applaus voor die mensen. We konden het ook niet zonder Raymond natuurlijk, die heeft het geluid weer gedaan. En daar zijn we altijd heel blij mee, dus ook even applaus voor Raymond. Ja, en er wordt natuurlijk ook elke keer gefilmd. Dus zometeen staat er weer een film op YouTube. Dus dan kun je de musical helemaal terugkijken. Gewoon even de naam kwijt. Hij filmt op YouTube. Frank. Frank. Hey, Frank heeft zelfs weer gefilmd, dus ook even applaus voor Frank. Zijn er verder nog mensen die je moet bedanken? Niet bedanken. Oké. Okay. Ja, natuurlijk ook even applaus voor de meeste juffen. Misschien vergeet ik zo meteen nog wat, maar dan moet je het maar even zeggen. Zometeen komt er nog een adieu van juf Jeanette. En daarna gaan we ook met z'n allen opruimen. En er zijn even een paar dingen die ik even wil zeggen, waar je even goed over moet nadenken. Spullen die van school zijn, bijvoorbeeld een matroos, dingen en zo, die hebben jullie ook geleend. Die moet je even bij mij weer inleveren. Alles wat van jou is, niks vergeten, alles meenemen naar huis. En ik zie ook heel veel ouders, opa's, oma's en ooms en tantes. Jullie raden het misschien al, de stoelen moeten straks opgeruimd worden. En ik weet zeker, we willen vast wel even wat ouders helpen. Even wat spierballen. Dus dan gaan we het even opruimen met z'n allen. Dus wil je zo meteen even helpen? Graag. Dan gaan we het even zo meteen nog opruimen na het adieu. En... Ja, ja dat komt zo meteen. Oh ja, wil je zo meteen nog wat drinken? Bijvoorbeeld wat koffie of wat frisdrankje? Je kan even nog wat drinken. Ik moet er wel even bij zeggen, dat is dan wel voor je eigen kost. Nikita, Nikita en Mel, blijf mee even. Ben je nog dingen? Ben ik klaar, ja. Morgen, dan ben ik vrij, maar jullie zijn natuurlijk allemaal gewoon om 8:30, hè? Nee! Niet? Oh, dat hoeft ook niet. Jullie mogen uitslapen. Jullie mogen morgen nog even op school komen. Het hoeft niet per se. Je mag om 10:00 nog even komen. Doe maar wel. Maak ze maar een klein beetje nog een beetje zuur. En er staan een heleboel schalen nog van de high tea. Die hebben we wel even afgewassen, want vies mee teruggeven vonden we ook zowat. Dus die hebben afgewassen, allemaal in de keuken. Dus dan kunt u morgen even kijken of geeft u uw kind opdracht. Dan moet u natuurlijk wel goed zeggen welke kleur en toets. Ja, zijn toch vrij, de kinderen, kunt u ook wel even ophalen. Dus vergeet dat niet. Als het vooral als het jongste is, dan staat die schaal er altijd. Meer niet, hè? Ik vond het een superleuke avond. Applaus voor iedereen, dit vond het fantastisch. En dan mag ik nog het laatste woord hebben. Adieu. Daar gaan jullie dan. Vaarwel, auf Wiedersehen, goodbye en adieu. Vaarwel, dat zeggen we hier in Holland als iemand vertrekt. Auf Wiedersehen, dat zeggen ze in Duitsland. Tot ziens betekent dat. Goodbye zeggen ze in Engeland. Maar nergens zeggen ze elkaar zo mooi vaarwel als in Frankrijk. Daar zeggen ze adieu. Wat dat betekent, dat zal ik straks verklappen. Eerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken. Ik wil jullie bedanken voor de lege lijnpotjes. Ik wil jullie bedanken voor alle vormen van tegenwerking, want juist daardoor hadden wij hier op school nooit het idee dat wij ons geld slapend verdienden. Of ik jullie zal missen? Vast en zeker. Ik zal jullie vooral missen vanwege alles wat we samen hebben beleefd. Hoogtepunten en dieptepunten, mooie momenten en moeilijke momenten. Ze waren er. Ups en downs, vreugde en verdriet. Vaak konden we samen lachen, maar soms ook waren we samen verdrietig. Hoe het verder zal gaan? Wat de toekomst betreft maak ik me geen zorgen. Iedereen zal met open armen wachten op zo'n keurig opgevoed, goed geschoold stelletje leerlingen. Om die reden zal ik jullie geen adviezen geven voor de komende tijd. Leerlingen als jullie hebben dat helemaal niet nodig. Dus zeg ik alleen vaarwel. Auf Wiedersehen, goodbye of liever nog adieu. Want adieu komt van adieu. En dat betekent letterlijk zoiets als gode bevolen. Of in gewoon Hollands gezegd, ga met God. Dat wens ik jullie nog het allermeeste.
dat God met jullie mee zal gaan. Is dat dan nog een vraag? Nee, eigenlijk niet. Dat hij met ons meegaat, dat staat wel vast. Hij heeft onszelf beloofd, ik ben die ik ben. Ik zal bij je zijn. Ik zal je ziel bewaren. En daarom zeg ik nu aan het eind van jullie schooltijd eigenlijk nog maar twee dingen. Het eerste is bedankt. Bedankt voor alles. En het tweede, het laatste en het allerbelangrijkste is adieu. Dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne avond. Nou, degenen die willen helpen, graag. Moet je eens even...